Gezellig, hè? Nou, we willen allemaal. Heeft u daar een bom voor? Daar is hij weer, hè? Nou, nou. Pas uit, weet ik. Daar is hij weer, dat wordt wat, hè, wezen, want we zitten weer nokkie-nokkie. Goedemorgen, meneer Van der Kamp, bent u al begonnen? Ja, hoor, we zijn er bezig, Toons. Goedemorgen, hè, ben er ook bij, we zijn er weer compleet. Hij deed een paar seconden geleden van, Dat even stil, wezen, kan ik even doorgaan? Nou ja, u begrijpen wel, we zitten natuurlijk weer nokkie-nokkie, hè. We zitten nokkie-nokkie. Hey, Dick, ik wil nog wat zeggen. Wat is er? We zitten bommetje. We zitten bommetje. En daarom gaan we meteen beginnen met de ouderwetse gewoonte. Daar heb je hem. Goedemorgen, meisje. Ben ik nodig, anders hou ik mijn jas om. Daar, de spreuken doet er iedere week die belachelijke spreuk. Nou, even gauw, dan kunnen we met het programma. Wat we hebben, nou ja, ze staan in rijen op de gang. We hebben zoveel. Oh, we hebben zoveel. Oh ja? Er is zoveel. Kom op. Even kijken hoor. Daar komt hij, even snel. Kees en Jannie Buitendijk is de spreuk deze week. Oh, ja, Kees en Jannie. Nou. Even het muziekje, Diek. Duurt het al. Had er al een half uur uit kunnen we. Zo heb je een fiets en zo heb je niets. Dat was hem weer. En dan gaan we nou beginnen met het programma. Nou, de eerste artiest die staat te trappelen van ongeduld. De groot, jij hebt mij gezocht. Wie is dat? Welke? Wie? Wat? Waar? Hoe? Ik heb haar uitgezocht. Nou, wie? Wat? Hoe? Zwilleke Alberti. Zwilleke Alberti! Ja! Ah, Zwilleke Alberti, dat vind ik toch zo leuk, hè? Nou, dan gaan we gaan luisteren, hoor. Heb ze een nieuwe plaat? Wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Dat is een oud plaatje. Oud plaatje, gezellig, oude wens, dat kennen we, hè? En ze gaat zingen, nou. Van, moet je door nadenken al meteen weer. En anders zeg gewoon die en die. Nee, hij gaat... Carolientje. Wie? Carolientje. Carolientje. Ik ken helemaal niet wie. Carolien, wie is Carolientje? Van het liedje van Carolientje, Carolientje. Ach, wat Carolientje, leuk. Natuurlijk wil ik al met Carolientje. Hey, Dick, Willeke. Even wachten, mevrouw Albert. Wat nou weer? Willeke heeft gevraagd of we het uit willen beelden. Je hebt een koffer van de vader meegenomen. Oh, wat leuk! Leuk idee! Ja, natuurlijk, dat is leuk! U kent wel, de liedje van Carolientje zit al die, alle types en zo zitten erin. En heb je een hele hoop pakken van de vader meegenomen. Oh, leuk! Oh, die kennen wij aan! Tenminste, we gaan er geen kinderoperette doen, hè? Nee, niet ook, maar dan trekken wij die pakken aan en dan spelen wij die typetjes. Nou, laten we dat snel doen, jongens! Ach, wat gezellig vind ik dat! Dan kan ik ook meedoen, dan vind ik leuk, hoor! Hey, Dick. Ja, nou kom op nou, mensen, laten we er niet zo lang praten, laten we er wat gaan doen. Nou, hij weer, hey Dick, nog één keer, nou wat? Mag ik Carolientje wezen? Hij mag Carolien, belachelijk, en dat is Willeke Alberti toch al? Willeke Alberti, dames en heren. Yeah! Yeah. Oh, daar heb je er. Ach, wat ziet er altijd leuk uit, hè? Nou jongens, Harry is aan de beurt. Zee kapitein, Harry. Kapitein, ja. Oh. Hier is het pak, Harry. Hier. Snel dan, Harry. Hier, dit, hier. Ja. Oh, maar ik krijg hem niet aan. Pas op dat tafeltje, Harry. Oh, kijk je daar in de pak van Willy Alberti voor terug. Ik heb weer koffie over dat pak van Willy Alberti. Ja, de volgende dan maar, belachelijk hè. De tweede had een apotheek en guldens op de bank. Maar plotseling de derde week werd hij ontzettend krank. Wat ziet ze nou toch over? Werd ontzettend krank. Dat kan toch helemaal niet. Guldens op de bank. Guldens op de bank en werd ontzettend krank. Ome Joop, weet u dat waarom dat is? Ja, meisje, dat doen ze, anders rijpt het niet. Ze kunnen moeilijk zingen van hij had geld bij de vleet. En een week later had hij pijn in zijn oren. Ja, ja, ja. Nou, zo kan het wel. Kom op nou, jongens, maar we even doorgaan, hè. Ik denk dat die jas, die apothekersjas ook niet goed hadden, hoor. Wat nou, die apothekersjas, schiet nou op, Willekamp, en die staat te wachten. Als je hier onder je opzels moet je kijken, hier, dan zal ik mijn arm er eens doorstaan. Kijk uit met die armen. Gelijk, hè, scheurt hij weer een hele apothekersjas. Nou, daar gaat het ook niet door. De derde, de volgende maar, mevrouw Alberti. De derde had een bungalow en steeds een droge keel. Wat
doe een droge thee. Hey, ben ik aan de beurt, meisje? Oh, wat moet ik allemaal aan de hand? U kunt gewoon uw normale pak aanhouden. U hoeft alleen maar een droge keel te hebben. Droge keel? Oh, dat heb ik altijd, meisje. En mij maar het Zo. Wat doe je nou met de grote blaad? Wij zetten die plaat eraf, want dit is nou gezellig en ooit genoeg ervan. Kom nou. Ja, ik heb genoeg ervan. En dan is het nu weer tijd geworden voor... Luisteraars, het is weer ongeveer pak en beet 2:50, de klokje staat stil. Tijd voor de radiokeuken. Want elk diner wordt grandioos in de radiokeuken van Bep en Toon. Ik hou dit grappig in je doos. Goedemiddag luisteraars, hier zijn weer Bep en Toos. En wij gaan u weer een leuk, gezellig recept aanbieden. Het recept van deze week komt van Toos. En zij zal u even zeggen hoe het precies gaat met Toos. Het was nogal ingewikkeld, geloof ik, hè? Ja, het is heel ingewikkeld. En allereerst moeten er wat boodschappen gedaan worden. Moet even wat boodschappen gedaan worden. Ja, meneer de Groot, even boodschappen doen! Ja, wat moet, moet ik nou een hele eind weg? Nou, of u even vlees wil halen bij de kruidenier. Ja, even vlees halen. Oh, daar heb je hem al! Oh, dat is makkelijk, meneer de Groot. Goedemiddag, hier is Wim van Lier, uw rijdende kruidenier. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, wat zal het zijn? Zeg u het maar. Ik heb de wagen heb ik bij me. Even kijken. Ik ben van Lier, de rijdende kruidenier. Dat is makkelijk voor de mensen, hoeven ze de deur niet uit. Oh, daarom rijdt u. Daarom rijd ik langs de mensen. Met uw winkel. Ja. Heb u voor mij 1,5 pond vlees? 1,5 pond vlees? Ja. Wat voor vlees? 1,5 pond, gewoon vlees. Ja, maar wat voor vlees? Stoofvlees, braadvlees, soepvlees, pekelvlees. Nee, wat voor vlees? Ik moet hachévlees hebben. Dat hebben we niet. Oh, wat heb u dan voor vlees? We hebben helemaal geen vlees. Goedemiddag. Nou, dit zijn we dan lekker mee. Dan kunnen we hier niet verder. Nee, jammer. Nou, dat was het al, luisteraars. Ja, dat was het al, luisteraars. Het volgende week van de gedoe. Toch ben ik uit en hier. Dit was dan weer de radiokeuken. Hopelijk heeft het goed gesmaakt. En dan zeggen we graag tot volgende week. Want u weet het. Elk diner wordt grandioos. In de radiokeuken van Bep en Toon. En dat betekent natuurlijk weer allerhoogste tijd voor de volgende artiest. En de Groot heeft hem weer klaar liggen. Dat wordt... Daar komt-ie! Nou! Even kijken hoor. Even kijken hoor. Ja, kan ook niet meteen zo eruit knallen. Hij gaat even kijken hoor. Piet Bamber. Ach, Piet Bamber vinden we als, die ene Mounties. Die vinden we toch zo leuk. Maar hè? Ik vind die andere al leuk. Dat wordt lachen. Die speelt ook beter. Ja, ho nou maar. Ja. En wat zo leuk, die gaat zingen een liedje. Toen kwam er een bui. Ja. En nou leek mij leuk. Dus die kleine Mountie is. Ja, ik weet het nou wel, de Groot. En dat leek mij leuk, als we dus, toen kwamen bij de grote laven ook watergeluiden erbij hoort, dat je die regen hoort, hè. Dat is natuurlijk altijd leuk, dan denken de mensen thuis, dan hoor je ook die regen, hè. Als je dan steeds even de kraan openzet, horen we het kletteren van water. Oh, denk je dat dat leuk is? Tuurlijk, dat is hartstikke leuk. Ja, maar ik ken het plaatje niet. Ja, nou, dan geef ik je dat toch apart, dan. Ik zeg er wel wat je moet doen, hè. Let er maar aan bij. Ja. Dames en heren, daar komt hij dan. Piet Bamber, dames en heren. Ja! Nee, wacht nou even, de Groot, we zijn er nog niet begonnen. Toen eindelijk een dag
de zon weer scheen. Wat ik nou denk. Nee, wacht, gauw, nee. Alles goed. Man noos recht heen. Toen ik op een stil plekje daar was. Attentie, de groot. Met jou, heel alleen. Op de plaat. En de kraan open. Daar gaat hij. De kraan open. Ja. Hij is Als dat ook hoor, Dick. Ja, zie je, de groot. Ja, je kan mij steken. Met bliksem. Nee, de grote beetje mis. Je richt op hem. Ja. En hij geeft het dicht. Ja. Kraan dicht. Ja, hij is dicht. Ja, oké. Hij is dicht. Kijk, mij weer tegen. Hoe trek ik nou weer dicht? Ja, zo meteen. Je kan mij tegen. Daar schijnt, zegt men. Mocht niet hoor. Altijd de zon, steeds zware mensen om ons heen. Attentie, de groot! Met jou eindelijk alleen. En open de kraan, ja! Komt hij hier, hij valt open, Dick. Niet te spatten, de groot! De grootje spuit in de zaal! Sorry, Bert. Ja, sorry, ik wil niet komen. Ja, dat is goed. Komt dat door mij? Ja, nou sluit op mij. Hou nou op die kraan. Ja, dit. Doe dicht. Die kraan dicht uit de grond. Ja, ding uit. Ik wil dat niet. Ik begrijp het nou niet, hè. Dat is toch de gewone kroon. Ja, die uit is dicht. Ik heb misschien even een rubber handschoen. Ja, ik heb een rubber handschoen in mijn zak zitten. Ik heb een beetje van meer. Ja, ik denk ik de verf in helemaal als een muur vastgelangd. Oh, nou moet hij weer open. Dit waarom even kan ik even kap laten krijgen. En dan ga ik veel meer zijn. Ja, ga maar nou, ga maar. Hoe staat er? Kijk nou eens. Oh, dat laatste mensen. Doe je op, maar. Ik heb het niet eens gevaarlijk, hè. Je hoeft me wel, ik heb niet genoeg. Dan heb je de grootje, ga er wat niks op jou overlaten. Want de mensen staan te leren. Laat even, kijk eruit. 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 Ja, nou, je hoort hem alweer aankomen natuurlijk. De prijsvraag! Ja, de prijsvraag! Belachelijk, hij staat niet in een soort zwembad. De hele zaal kijkt die mensen op. Belachelijk, hè? Nou, programma aan de show, dus go on. Oh, moeten we dus maar gewoon verder. De prijsvraag. Nou, u weet wel, de vraag van de vorige week is dit belachelijk wat hier gebeurt. De vraag van de vorige week, en dat is de groot, zeggen we even. Hey, meneer Van der Kaai, is het goed? Dan ga je even een doosje om even een baantje trekken. Je blijft even lekker, dat kan u toch? Iedereen zit op zwemmen in de zaal. Ik heb een badlucht bij me, maar dat geeft niet. Nou, dan kun je mijn badlucht wel even een doos te gaan, hoor. Ja, gezellig, hè? Ja, 1, 2, ja. Daar kom ik, hoor. Ik moet even de prijsvraag moet ik doen. Heb ik een hele zaal met zwemmende mensen voor me, die hoed met zakken met zijn kraam. Hey, nou, is die loodgieter gebeld? Komt er nog een loodgieter ook? Oh, is gebeld. Oh, die is gebeld. Nou ja, ogenblikje dames en heren, blijft u nog even water trappelen. Er is hulp op. Gaat gewoon door. Er komt de opgave, niet? Er komt op. Hey, wat gebeurt er? Dat zie je toch, Ome Joop? Van de buurt af in de hand. Help, Ome Joop, even. Ome Joop, kom maar hier. Hou me hier wel vast. Ome Joop, hij is twee. Ik ga hier op het trappen. Zo. Ik ga me even beschonen, meentje. Toestand, hè? Hoe kan het allemaal? Het is een heel... Hallo daar. Hallo daar. Dat is echt...
heeft hij soms een meisje gezien. Een bom voor. Nee! Komt die hond ook weer op ergens een bom? De grote ding daar in de leidingen! Oh! Ja, kom op met de Bijbel! Waar blijft die loodgieter nou? De aapte oplossingen, de leukste antwoorden op die vragen. Ja, die beweegt niet. Nou. Zou liever willen weten, heb u misschien de loodgieter gezien? Hè? Dat interesseert me meer. Heeft u misschien de loodgieter gezien? Hij heeft een overal van lichtblauwe zee. Dat is een beetje doorgelopen, Dick. Ik zie niet van wie dit is. Dan kan die het weer niet meer lezen, omdat het is doorgelopen. Ik word daar gewoon niet goed. Hij heeft hem met pulp in zijn vijf. Alle papier, alles is drijfnat geworden. Nou ja, lees het nou maar voor. Gewoon nou. Heeft u soms een muisje gezien? Het is lekker water in, hoor. Ja, Tico! Daar ik word, ja, ik ben wat even, ik ga even voor wat te doen. Ik kom er nou niet. Ja, dan kom ik even in. Hou nou eens op met dat rubbis. Het is nog geen speeltuin. Hey, Dick, mag ik ook een keer? Mag ik hem wel? Ja, spring er ook dan mee. Dan kom ik, hoor. Nee, kom. Spring er nog geen kop uit. Dick, het is heel lekker warm. Kom uit het water. Van de hoene, ga binnen hier naar water. Jimmy, nog nodig, anders hou ik mijn jas aan, hoor. Lekker. Kom op met die antwoorden, nou, hè. Toen nou, mensen. Dan gaan we nou even. Dat is lekker water, Dick. Waar is de koffie? Wat was de koffie? Ja. Nou, krijg ik wel een antwoord op die breedvraag of hoe zit het? Ja. En waar blijft die loodgieter? Die komt er zo aan, die zei, ik ben er zo, zei die. Daar is hij toevallig, Dick. Goedemiddag, hier is de loodgieter. Ah, gelukkig dat u er bent, de loodgieter. Nou, u hebt wel gezien wat er gebeurd is, hè. Zo, dat is een gezellige boel. Ja, mag ik heel gezellig, mag ik ook even, hè. Hey, het is de bedoeling. Water, wat is heel lekker water. Ja, het is de bedoeling, dat. Ja, uit dat water, loodgieter, en zorg dat het water weggaat. Belachelijk gaat, die breekt hij er ook in. Dat u nou die kraan dichtmaakt. Nou, dat is geen punt, hoor. Dat doe ik gewoon zo. Hier zo, zet ik hem even op de kraak. Nou, die is dicht. Oh, gelukkig, de kraan is dicht. Maar ja, nou zitten we nog met een zaal vol met water. Nou, dat doe ik. Wacht even. Ik spring er nou in. En dan duik ik naar de bodem en dan trek ik gewoon de stop eruit. Ach, is het zo simpel? Ja, daar ga ik, hoor. Ja, daar gaat hij. Hij zit in de hand onder water al. Oh, wacht, hij is bij de stop. Ja, daar gaat hij. Ja, oh, hij trekt daar. En dan trekt hij langzaam. Ah, het water is weggelopen, zeg. Door het stoppie heen, zeg. Zo, dat is alweer gebeurd dan, hè, meneer Volmekaar. Nou, fijn hoor, hartelijk dank. Dan heb ik hier de oplossing van Onno Jacob. Ik heb hier de rekening gelijk bij me. Ach, de rekening, ja, zag gelijk afrekenen. Hoeveel is het? Ah, dat is voor het stoppie uittrekken 25 gulden. 25 gulden, nou, dat valt erg mee. Dat vind ik ook. En dan heb ik hier nog 175 gulden voorrijden. 175 gulden, dat kan niet. Dat kan toch nooit? Nee, nou, denk, wij begrijpen het, is vreselijk goedkoop. Maar ja, dat is het tarief. Nou ja, ik ben al blij genoeg dat water weg is. Alsjeblieft. Onno Jacobs uit Groningen. Nou, die prijsvraag even snel, want ik ben Onno Jacobs uit Groningen. Drijfnatte troep. Heeft u mijn meisje ook gezien? Achterin antwoord. Dekens, hoor. Oh, was dat die plotseling een hobbel op de sneeuw? Dan heb ik deze grijde boorder uit Schorrel. Ja, wat had hij? Wat had hij? We zijn nieuwsgierig. Heb u mijn meisje soms gezien? Ja, antwoord, hij vraagt. Nee, niet gezien. Wel geroken. Wel geroken! Is hij goed? Hij is geweldig! Wat een geweldig, hè? Kom hier nog lachen, kan. Ik moet ook lachen. Hij moet ook. Hij moet zelf lachen. Heerlijk, hè? Nee, wel geroken! En deze van Bud van Tiene, uit nou, Berg op Zoom. Nou, hallo, heeft u soms mijn meisje gezien? Nou, nee, maar hoe? Maar ja, ze kwam er net laag overvliegen op een wit paard. Ze kwam er net fantastisch, en deze van Pieter Goudappel uit Delft. Pieter Goudappeltje, ja. Heeft u ook mijn meisje gezien? Nou, wie, waar, hoe, wat? Wat voor meisje? Kamermeisje, dienstmeisje, zeesmeisje, melkmeisje. Wat voor meisje? Wat voor meisje?
Hier is de winnaar, Dick, de winnaar nu. De winnaar! Heeft u daar een bon van? Ja, daar hebben we helemaal geen bon van. Heeft u daar een bon voor? Nee, natuurlijk hebben we daar geen bon voor. We hebben nog helemaal geen bon voor. Nou, kom op, Pieter. Wij gaan binnen. Wie heeft er is Don Stolwijk. Nou, wie wat, hoe waar? Darregstraat 35. Ja. Slagharen. In Slagharen. Nou, wie waar, heeft hoe u mijn meisje ook Bonnie gezien? Park. Wie, wat? Ja, ja. Ze fluisterde iets in ome Joop's oor. Maar, nou. Maar ze komt zo weer naar buiten. Ze komt zo weer naar buiten! Heeft u daar een bon voor? Inderdaad, een bon voor 50 gulden. Oh, 50 gulden, nou, ja, vanavond. Platenbon. Ja, platenbon, we maken hem uit, ja. Geen ziekenhuisbon, dat begrijp ik ook. En hier komt dan de nieuwe opgave. Let goed op, als u ook in de prijzen wil vallen. 50 gulden platenbonnen liggen weer op u te wachten. Als u een leuk antwoord weet op de vraag. Oh, het is één platenbon voor 50 gulden, hoor. Ah, nou ja, hè, zeg maar, hè. Doe nou, kom op met die vraag. Weer eens horen. Weet niet precies waar hij zit, hij weet niet precies waar hij zit. Hij heeft wel te horen dat je dat niet precies weet. Dat is wel niet te geloven wat ik aan. Nou, komt kom maar. Ja. Kom jij niet net zo lekker als de moed? Meneer Van Drimmelen. Heeft u daar een bon voor? Dat was dus de vraag van deze week. Waarom? Waarom kook jij niet net zo lekker als wie? Als mijn moe. Als mijn moe. Dus als u daar een leuk antwoord op weet, waarom kook jij niet net zo lekker als mijn moe, dan stuurt u een briefkaartje aan. Goed opletten, adres. Aard van donkerbruine Berggeit. Aard van darkbrown. Darkbrown. Berggeit. Berggeit. Mountain Ghost. Goat. De adres. NCRV. NCRV, even voor de Fransen. We hebben ook een brief uit Frankrijk gekregen. Nusserveu, dat is bekend, hè. Schuttersweg 8 tot 10. You know it. Kan ook 9 geweest. Maakt niet uit, dat is voor ons allemaal hetzelfde. In Hilversum. In Hilversum. En dan is het nu nog even snel de gouden tijd voor... CBC ben ik nog nodig, anders hou ik mijn jas om. Hou je jas maar aan, om je op, hoewel. Oh, nou dan bestel ik voor zo'n top, mag ik een taxi mee zien? Hey Dick, er komt nou een groep, die heb ik helemaal gecontracteerd vanuit Schotland. Ja, de groot, maar daar hebben we nou geen tijd meer voor. In Schotland. Ja, maar de groot, we hebben nog 4 minuten en 30 seconden moeten er uit. Dan komt nou een heel leuk nummer, daar zingen ze over. Ja, maar kennen die niet dat volgende week blijven dan? Nou, volgende week moeten ze weer in Schotland wezen. Ja, maar daar hebben we nou... Ze hebben jaren gevochten om op de radio te komen, ze zingen heel mooi. Nou, praat niet zo lang, laten we er even gauw die mensen, en laat ze even de orkest opstellen, even de spullen neerzetten, ja. Staat al klaar, Dick. Oh, staat al klaar. Nou, dames en heren, hoe heet die de mensen? De Vuilpoepers BV. Een kort nummertje dan, hè. Ze spelen al. Ze spelen al, gelukkig. Dames en heren, hier komen dan de Vuilpoepers en ze zingen de Negerlandier. Ja, daar komen ze nog. De Vuilpoepers, even snel, oké. Begint u maar, heren. Ja. We hebben zin aan de tijd, jongens. Kom op nou. Ze komen helemaal uit Schotland. Ja, dat kan je wel weten, de groepen. Ze moeten een beetje opschieten, hè. Zitten al bijna tegen de ster. Kom op. Dat is de intro, Dick. Ja, dat is de intro. Wie speelt er nou zo lang intro? We hebben toch geen... Je kan toch helemaal niet. Ik vind het wel mooi, hoor. Ja, ik vind ook een prettige muziek als ik eerlijk ben. Ook al ik even compliciënten dan. Nou nee, Harry, daar is helemaal geen tijd meer voor. Als ze beginnen zo te zingen, nee. Het nummer heet de Evelantier. Ja, dat weet ik dan wel. Maar als ze nou onder andere gingen zingen, dan... Maar, kom op nou, tik-tak, ik zeg erop. Nou, komt hij al. Oh, daar komt het. Nou, even snel. Ze gaan zoveel zingen, Ja, ze gaan zoveel zingen, nou. Even denken, hoor. We zitten aan de tijd, mensen. Kijk, hij pakt zijn tekst al. Kijk, ja, waar komt hij? Ja, dames en heren, het spijt mij voor de filmpoepers. Maar hier komen we toch even. De 30 seconden van meneer De Groot is ook belangrijk, hè? Nou, kom op met die flauwekul even snel. Jongens, we zitten aan de tijd. Even denken, hoor. Ja, de heren, film volgende week meer tijd voor. Nou niet.
het hoor. Andere keer maar weer. Dick. Nou, dan komen de grappen en de grollen. Als je er doorheen zijn, hè, wat duurt het allemaal? Hè? Nou, komt het nog of kan ik afsluiten? Kan de eindtune erin? Eindtune kan erin, hoor ik zojuist. We zijn er doorheen hoor. Nee, dat was het dan weer. Nee, Dick, ik moet nog even een paar moppen kwijt. Wacht nou, even snel dan. Hè, want we hebben er eigenlijk een zanger die op een eiland woont. Een zanger die op een eiland woont. Nou, hoe heet die? Frank Sumatra. Frank Sumatra! Hey Dick, ik kwam van de week een man tegen. Hij kwam een man tegen, stel voor. Die gaf zijn kippen koken om water te drinken. Wat zeg je nou, zijn kippen koken om water te drinken? Ik zeg, waarom doet u dat? Ik wil eens proberen of ze ook gekookte eieren kunnen leggen. Hij is leeg! Hey Dick, is dit een kroon? Waar halen de mensen het vandaan? Is dit een kleur, Dick? Is dit een kleur, man? Wit. Wit en kleur, ja natuurlijk is wit een kleur, is toch altijd natuurlijk gewoon wit. Hè? En zwart, is dat ook een kleur? Hé, dan gaan er niet van die domme vragen stellen natuurlijk. Zwart en wit, dat is alle twee een kleur, oh, natuurlijk. Heb ik toch kleuren televisie. Wat een hoek, hoor. Is dit leuk? Ik kan dat niet lachen. En deze is ook leuk, dus het voetbalt, maar het is vreselijk uit vorm. Het is voetbal en vreselijk uit vorm. Nou. Simon Taha-matig. Simon Taha-matig! Ja. Ik heb hier nog een bonus, Dick. Oh, een bonus ook? Nou, wie had dat verwacht, zeg? Henk van Til uit Appingedam. Henk van Til, zo, die is ook verschut. Je kan ook de deur niet meer uit voorlopig, hè? Het zinkt en het maakt gaten in de muur. Het zinkt en het maakt gaten in de muur, nou? Freddy Brekkendekker. Freddy Brekkendekker! Ja, dat was het. Oh, wat een reller. Oh nee, ik heb er nog een paar. Oh, hij heeft er nog een paar. Ja, ik ga toch de eindtune starten hoor. Ik ben daar zo. Bayerns uit Eindhoven. Het schrijft boeken en het ratelt. Het schrijft boeken het en het telt moppen in het ratelt. Oh, het is ook zo verwarrend allemaal. Hè. Maar ik kan ook niet ene grap behoorlijk vertellen. Nou, wat doet het nou? Rammelen of wat doet het? Max Mitrailleur. Max Mitrailleur? En weet je, als de hulk naar het toilet gaat, weet je hoe dat heet? Ja, ik mag ik even overend komen? Als de hulk naar het toilet gaat. Als de hulk naar het toilet gaat, nou wat dan? Greenpeace. Wat leuk allemaal ook, hè. Wat is het toch vreselijk komisch allemaal, hè. Zijn we er doorheen? Ja, we zijn er doorheen. We zijn er doorheen. Nou, wie had dat gedacht, hè? We zijn er doorheen. Dit was het dan weer. Een aflevering van de zoveelste aflevering van de Dik voor Mekaar Show. Oftewel de lachen. Nou ja, dat weten de mensen al. De productie was in mijn handen. Ja, nou, daar zitten ze op te wachten, zeg. Dat was wel even duidelijk te horen, zeg. Ik heb in een heel zwembad gestaan vandaag. We hebben weer een week nodig om op te drogen. Dit was Dik voor Mekaar. Goedemiddag.